Missen jullie, ja, jullie hebben natuurlijk nog een huis, dus, maar is dit nog wel voor jullie thuis waar je altijd naar terug wil? Of is er een, wat Nou, is voor jullie thuis, laat ik het zo zeggen? Bali voelt sowieso het meest als thuis. Maar dit huis niet. Ik heb ook helemaal nooit echt per se een connectie gehad met de wijk of met dit huis of wat dan ook. Ik vind het ook jammer dat het huis niet gewoon verhuurd is, want ik had liever gewoon dat gehad en dan hadden we ons wel weer gered. Maar wat was de vraag? Ja, Nou ja, wat als in wat thuis hè. thuis is Oh ja. eigenlijk. Ja, ik denk persoonlijk wel dat ik Nederland wel als thuisbasis blijf zien. Alleen, ja, nu we hier alweer 2,5 maand zitten in dit huis, is het inmiddels alweer wat meer zoals het was qua huis. Maar omdat er iemand anders in woonde, het was helemaal anders ingericht. In maart waren we hier even geweest. Het leek niet meer op ons huis. Dus dat gevoel was ook helemaal weg. Dus het was ook niet meer, voor ons gevoel niet meer ons huis. Dus we gingen ook 1 juli kwamen we terug met de gedachte, ja, we gaan gewoon naar een plek wat op papier ons huis is, maar niet als ons huis voelt. Nu zitten we hier weer 2 maanden, voelt het alweer meer als hoe het was. Alleen Ja, dat. maar we hebben dat altijd, want Mauritius voelt ook als ons huis. Ja. En dat hebben we altijd eigenlijk. Ja, we voelen ons ook wel heel snel thuis als we ons op ons gemak voelen. Ja, en we zoeken daar de huizen ook wel op uit. Ja, dan is het bijna als we daar een maand zitten, ja, dan is dat het huis. Dan voelt dat als Ja, maar thuis.